ook hier in Wijchen treffen we natuurlijk de marsleider. Dag Henny. Ja, heerlijk om hier in Wijchen weer te zijn. En heel veel vrolijke wandelaars zie ik hier langskomen. Wat zijn die mensen blij en wat leuk voor Wijchen en alle andere kerkdorpen van Wijchen dat we weer... Ja, deze eerste dag eigenlijk, hè? Ja. Maar het is ja, voor mijn gevoel toch de tweede dag mogen beleven. Hoe heet je? Tijn. Het is kilo 5. Tijn, ja. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat heel goed. Het eerste stuk was een beetje lastig. Het voelde me niet zo lekker, maar het gaat nu enorm goed. De sfeer is echt geweldig. Hoezo voelde jij je niet zo lekker? Ik had heel slecht geslapen. Door de warmte. Ja, door de warmte. Het was echt super warm. Het wandelen gaat erg goed. Gaat ons goed af. Het is heel leuk om een keer de 30 kilometer te lopen. Normaal gesproken loop ik eigenlijk altijd 50 kilometer. Maar ik loop nu met mijn neef Jelle. En hoe leuk is het om een keer samen te kunnen lopen. Hoe heb u gisteren de dag beleefd? Ja, natuurlijk een hele rare dag. Je zit natuurlijk best wel een beetje in de penarie van, heb ik de goede beslissing genomen? Nou, ik denk dat iedereen erachter is gekomen dat het een goede beslissing is geweest. Want het is echt heel erg warm geweest gisteren. En ik denk dat het heel verstandig is dat we het een soort rustdag hebben gemaakt. Ja. Jelle, vind jij het leuk om met je oom te lopen? Ja, ik vind het wel heel leuk. Omdat ook dan weet je ook met wie je loopt een beetje. Want alleen is ook zo saai. Ik wil u ook nog feliciteren met uw koninklijke onderscheiding. Ja, dankjewel. Ik word er een beetje verlegen van dat ik nou uitgerekend dat gekregen heb. Terwijl ik dit echt niet kan doen zonder hulp van al die vrijwilligers. Dus ik draag het lintje maar eigenlijk op aan alle vrijwilligers van de Vierdaagse.